Mooi Eems Delta is ruim anderhalf jaar geleden opgericht. En de Economic Board had zoiets van de mensen in het aardbevingsgebied, ondernemers, start-ups, die moeten we eigenlijk in het gebied houden. We hebben 5 flexplekken hier, daarvan zijn er 4 verhuurd. We hebben 4 kantoorruimte, die zijn allemaal verhuurd. En het is vooral leuk, de diversiteit van de deelnemers en de community. Starters, ja, hebben we gewoon een netwerk nodig. En via de community hebben we gewoon al direct een netwerk. En we kunnen via de leden van de community gelijk handel met elkaar drijven. Nou, de Mooi Eems Delta is heel erg gericht op het met elkaar versterken van elkaar in de omgeving. En we zijn allemaal jonge startende ondernemers, allemaal uit dezelfde regio. Nou, je kunt ontzettend veel van elkaar leren en je even lekker met elkaar brainstormen of iets. Dus dat is voor mij wel een meerwaarde. Mooi Eems Delta verzorgt voor allerlei leuke bijeenkomsten. En zo, we hebben in het verleden een startende ondernemer uitgenodigd die heel groot is geworden in een hele korte tijd. Dus gewoon hele praktische dingen, maar vooral ook naar de trainingen en de cursussen. Netwerken en vooral elkaar goed leren kennen en waar ben jij mee bezig en hoe kan ik jou helpen en wat kan ik jou toeschuiven. En dat moet de kracht zijn van de mooie community. Ja, het is groot feest. Buiten staat een grote tent. Havenwerk opent vandaag officieel de vestiging in Delfzijl. En dat betekent dat we heel veel genodigden hebben, dat onze medewerkers die hier nu al aan het werk zijn in het gebied erbij zijn uiteraard. En het wordt een mooie happening met een hapje en een drankje en een openingswoord. Het kantoor is bij deze symbolisch geopend. Blijf nog even bij ons, laten we het gezellig hebben. Hartelijk bedankt Fleur, veel plezier nog.